mee bezig. Hé, wat is dat? Hele goedemiddag en welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag maandag 16 augustus en we leven om 14 uur 15, oftewel kwart over twee. Ik ga weer eens een keertje even met mijn meisjes lopen. Ik moet met de vaatwasser bezig, die moet ergens gevuld worden. En ik moet eigenlijk een stofzuiger of CQ vegen. En ik moet renderen en vanavond komt Marianne. Ja. Dus ja, en gisteravond had ik nog eventjes Mary op bezoek. Ook daar heb ik weer even wat voor te doen. Nou, dat komt allemaal goed, maar niet vandaag. Nee, eerst andere prioriteiten wat met weekend heeft. Is niks gebeurd verder. Vandaag heb ik ook geen huishoudelijke zorgen gehad. Ja, dus gaat allemaal wel lekker langs elkaar heen. Ja. Dus ik ben blij als ik daar weg ben. Ja. Maar ja, andere maand. Niet eerder. Dus dat ligt allemaal in het verschiet. En ik neem jullie daar gezellig lekker in mee met wat ik doe en wat ik ga doen. De vaatwasser weten jullie hoe ik dat doe, dus dat hoeft niet. En de vloer schoonmaken, ik denk dat ik dat gevegen, weet je. Want stofzuiger geeft zoveel herrie aan je hoofd en ik heb hoofdpijn. Maar ja, laat ik niet echt merken. Ik heb ook last van mijn mond, er zit een plekje in mijn mond. Nou, dat doet ook zeer. Dus het schiet op mij niet heus. Ja, ik hoor jou daar. Ik zal eerst, meneertje, ik kan de half eten geven. Hè? Kan dat? Kijk erin. Ja? Ja. Daar ligt madame Rijka. En waar Elwin is, die zat net nog bij me, maar... Die is nou daar! Oh ja, dat moet ik ook nog doen, die bonken geven, dat moet ik niet vergeten. Dat doen we straks, als we terugkomen. Ja, gaan we dat helemaal filmen. Leuk! Maar ja, eerst eventjes lekker lopen en daarna doen we het. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. We hebben net de hondjes uit en ja hoor, ze zijn weer bezig! Dus ja... Helemaal weer in beweging. Vakantie weer voorbij. Ja, helemaal weer bezig. Ja, we gaan verder, want de dames willen wat gaan doen. Lieve vrienden, ik ben dus thuis en het waait als een tirelier, als een raket. Het is maar hoe je het noemen wilt, maar in ieder geval, we zijn weer present. Ik heb... een paar van die siliconen handschoentjes. Die ga ik aandoen. Dan ga ik naar de schuur. En dan doe ik jullie ook weer aan. En laat ik jullie wat zien. Want dat is voor de meisjes. Dat heb ik gisteren gekregen van Roderick en Karin. Roderick nam het even mee in de auto. Want het is loodzwaar. Ja. Het zijn twee bonken. Nou... Wat voor één. Ja, ik laat het jullie zo meteen zien, maar ik ga eerst even die aandoen en ik heb jullie vast. Jullie staan niet één dat één, dus nee. Ja, deze dus, daar zitten jullie niet in. Nee, moet hoesten ook dat nog. Kribbelen bij mijn keel. Maar ja, komt ook wel weer goed. Ik zou zeggen, we zien elkaar bij de schuur en dan leg ik het klaar. Ik doe jullie in de houder en dan komt dat allemaal goed. Ja, mevrouw. Rijka! Dat was niet de bedoeling. Naar binnen. Schiet op. Schiet op. Nou is die weer stout, dan kan ik het niet doen. Naar binnen. Ik had je niet gezegd dat je naar buiten mocht. Allebei binnen blijven. Ga rustig.
Rustig. Zo. Dan moet ik de sleutel weer hebben. Kom jij eruit? Doei. Zo. Haakie. Nou, dan leg eens, hè. Waarom heeft hij hem zo gedaan? Oh jee, oh jee, oh jee. Kijk, allemaal bloed. Moet ik ook schoonmaken. Oh jee, oh jee, oh jee. Oh jee. Nou, jullie zien het. Dat zijn dus twee bonken. Ja, nou, dat moet ik dus nou naar buiten zien te krijgen. Dus ik zet jullie even, probeer ik. En ik zie niks wat, hoe en wat. Eventjes. Ik wil jullie even op mijn vloertje van de booster zetten. Zo. Oh, kanonnen. Nou, die leggen we eerst buiten neer. De volgende patiënt. Zo. Halleluja. Dan zullen we die zak gelijk eerst weggooien. En dat is vies. Zo. En dan kunnen jullie weer pakken. Haha. Nou, dat maak ik straks even schoon. Nou, daar ligt een bonk. En daar ligt een bonk. Doe de schuur wel even dicht, anders gaan de ronden erin. Dat moet maar weer niet. Of wat dan ook. Zo. Ah, een joekels niet. Kanonnen. Nou. Komt u maar. Wat is dat? Wat is dat? Hé, wat is dat? Een potverdikkie, wat is dat? Hé? Wat is dat? Wat moet u daar nog mee, hè? Ja! Wat moet u daar nog mee, hè? Ah, voor de dikkie. Ze hebben de bonken al versleept en vooral Rijka, die heeft hem al in de tuin. Ach, dan zag hem eens. Hey, Gandalfi. Hi, man. Where are you? Ik zie je niet eens zo. Hi, kerel. Kom maar. Ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Gaat haken in de wereld. Oh, jee. Yeah. Zo. Want ik had ingezoomd, ja.
Nou ja, moet je dat nou kippen? Tjonge, zo ligt hij achter de vlaggenmast, zo ligt hij zo. Ja! Moet je er nou weer uit? Nou, doe dan. Zo, maar nog een zo. Zo. Mooi is dat, hè? Daar geniet ik van, echt. Heerlijk. Lieve vrienden, het is alweer de hoogste tijd om te gaan slapen. Ik was de hele tijd vergeten. Het is alweer 4:07 en dat in de ochtend. Oftewel, het is dan nou ook al dinsdag 17 augustus. Maar ik moet nog slapen. En daar ligt onze Rijka. En Elwin. Hé, hallo. Wil, voor de dikkie. En Kandel, die is in de douche. Maar ik had vanavond ook Marianne. We hebben lekker hapjes gegeten. Die Karin had klaargemaakt voor haar verjaardag nog. En het was gezellig. Ik had helemaal niet aangedacht om jullie er ook bij te pakken. Want mijn camera, tenminste mijn mobiel, die was bijna leeg. En die lag aan de oplader. Dus ik heb er helemaal niet aan gedacht. Ik denk, nou ja. Jammer dan, pech. Ja, wat? Lekker. Oh ja. Wat dan? Wat dan? Zit je daar nou? Lekker ding. Dus ja, ik ga mijn make-up verwijderen en ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen en tot over een aantal uurtjes.